Voor het vijfde jaar op rij genomineerd voor het theater van het jaar. Ja, hoe voelt dat? Ja, superleuk. En ook wel heel trots eigenlijk dat we daar al zo lang bij zitten. Sinds 2016 volgens mij zijn we steeds genomineerd. Met een kleine onderbreking in de coronaperiode toen de prijs niet is toegekend. Dus nee, hartstikke leuk. En als dat nieuws dan binnenkomt, wat is dan de eerste reactie die hier door het personeel heen gaat? Nou ja, niet zo heel veel moet ik eerlijk bekennen, want er waren niet zoveel mensen binnen de afgelopen donderdag. Dus nee, we hebben dat wel gelijk natuurlijk gedeeld in allerlei groepsapps van de stoep. En nee, iedereen reageerde heel positief en heel leuk. En het is mooi, het is ook een waardering vooral voor het personeel natuurlijk, die hier dag en nacht rondlopen. Dus zij waren daar bijzonder blij mee. Ja. Wat maakt de stoep nou zo'n bijzonder theater dat jullie ieder jaar genomineerd worden? Want het is al een aantal jaar op rij het geval natuurlijk. Ja, klopt. Ja, daar is geen geheim voor volgens mij. Want dan zou ik het, en als ik het wel had, dan zou ik het niet verklappen. Maar nee, ik denk dat het vooral gaat dat wij op alle fronten goed voor de mensen die hier over de vloer komen zorgen. Of nou bespelers zijn, gasttechniek, bezoekers, maakt ons niet uit. Wij willen eigenlijk altijd dat iedereen een hele toffe dag hier heeft. Of een toffe avond of middag. Al nacht lang de voorstelling. En dat snapt iedereen die hier werkt. En ik denk dat we het daarom best wel heel aardig doen. En de reacties van mensen die hier inderdaad komen, die, ja, wat benoemen ze aan dit theater, wat ze dan het mooiste vinden? Of wat maakt het inderdaad volgens de bezoekers dan bijvoorbeeld speciaal, wat jullie wel eens horen? Ja, nou, dat is een beetje verschillend. We hebben natuurlijk aan de ene kant bezoekers, hè, en de prijs waar we nu dan voor genomineerd zijn, theater van het jaar, dat is een prijs van de producenten. Hè, dat is echt een vakprijs. En dat gaat met name natuurlijk over de achterkant van het gebouw, noem ik het maar. Hè. Dus hoe alles geregeld is, hoe het, de marketing geregeld is, de horeca, de hospitality, nou, noem maar op. Hè, dat is de achterkant van het pand. En de voorkant horen natuurlijk met name van bezoekers altijd dat ze het heel fijn vinden om hier te komen. Dat er goede voorstellingen zijn, dat er parkeren hier makkelijk is. Dat het en vooral een mooi gebouw is om in te komen. Ja, dus dat horen we graag, ja. En hoe gaat het qua nominatie nu verder? Hoe maken jullie kans op de prijs? Is het ouderwets stemmen of is daar een vakjury aan verbonden? Ja, nee, het is eigenlijk een vakjury zoals het heet. Want de producenten die lid zijn van de VVTP, dat is de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. Die hebben een soort eerste groslijst gemaakt. Daar staan wij op. Hè. Dat zijn samen met nog een aantal andere theaters. En van al die theaters worden nu de komende weken volgens mij allerlei vragenlijsten ingevuld op de verschillende onderdelen. Van je financiën tot je marketing tot je programmering enzovoort. En daar komt uiteindelijk onder een streep een score uit. En ik hoop dat die score in ons voordeel uitvalt en we de stoel weer terugkrijgen. En als die stoel hier, hebben jullie een vast plekje als die weer? Want hij heeft hier natuurlijk eerder gestaan. Ja, een vast plekje, dat klinkt wat pedant als je hem één keer gehad hebt. Maar hij stond hier zeg, over mijn rechter schouder, daar stond hij bij de ingang. Dus we hopen dat hij daar weer terugkomt. Zodat alle bezoekers die binnenkomen in het theater vanaf eind januari die stoel weer zien staan. En als we een kleine oproep, als er een producent meekijkt, één of meerdere. Waarom de stoep, theater van het jaar? Nee, dat weten ze zelf wel. En wanneer krijgen jullie de uitslag? De bekendmaking is op 29 januari in de Kom in Nieuwegein, overigens ook een genomineerd theater. Daar is de theaterbeurs voor alle theaters van dit land. En daar wordt aan het eind van de middag die twee stoelen bekendgemaakt. Dus voor de kleine theaters en voor de grote waar wij dan bij zitten. En als mensen hier een keer een voorstelling willen bezoeken, waar is alle informatie te vinden? Nou, dus je kunt altijd naar onze site gaan, www.theaterstoep.nl. En via onze eigen socials zijn we heel actief. Dus je kunt ons niet missen als je het wil.